Wie moeite heeft om zijn hypotheeklening af te lossen, zal zes maanden uitstel van betaling krijgen. Daarover heeft federaal minister van Financiën Alexander de Croo een akkoord bereikt met de bankensector. Wat wij hier doen is het redden van onze economie. Mensen die al te gemakkelijk overgaan naar stelsels die gemaakt zijn om mensen die niet kunnen werken, die ervan gebruik te maken. Ik denk dat we daar toch mee moeten opletten om. Het niet werken te stimuleren in plaats van het werken te stimuleren. Als si we een oplossing kunnen vinden die een voordeel voor de service aan de natie, vind ik dat het niet pas is. We houden allemaal van onze vrijheid en ik weet dat we van sommigen van u een heel grote offer vragen. Maar uw gezondheid is en blijft onze prioriteit. Ja, en bij ons aan ons met de tafel intussen, Open VLD, vicepremier en ook minister van Financiën, Alexander de Croo, uh, Wees welkom. Heel wat maatregelen zijn al afgekondigd hè, de afgelopen weken. Denkt u dat dit pakket zal volstaan om deze storm door te geraken? Maar we hebben eigenlijk een, een, een verderzetting gedaan van de maatregelen zoals die vandaag er waren, omdat we zien. En dat blijkt ook uit de telecomgegevens die minister De Bakker uh, gebruikt heeft, mm -hmm. dat de overgrote meerderheid van de mensen die maatregelen ook gewoon naleven. Er is een kleine groep die dat niet doet. En bij die kleine groep, daar hebben we beslist dat we strenger gaan optreden. Door middel van, van gasboetes die onmiddellijk geïnd kunnen, uh, kunnen worden. Maar laten we alsjeblieft door die kleine groep die ja. het niet doet, voor die zeer grote groep. Het leven niet, uh, niet onmogelijk maken. Ik, ik uh, heb het al een paar keer gezegd. We vechten tegen het virus. We vechten niet tegen de mensen. Ja. En dus de mensen die het goed doen, ja, laat die alsjeblieft een beetje met rust. Want ik denk dat de overgrote meerderheid het eigenlijk wel begrepen heeft. We vechten heeft. misschien ook om de economie op gang ja. te houden. Hè? Intussen mm -hmm. al 1,1 miljoen mensen op tijdelijke werkloosheid. Dat zullen er misschien nog meer worden. Dat kost blijkbaar 2 miljard uh, per maand. Hoe lang kunnen we dat aan? Um, we gaan dat uh, doen zolang het, uh, zolang het nodig is. Um, omdat wij, wij beschermen uh, onze mensen maximaal, gaan hun gezondheid maximaal beschermen, maar we gaan ook maximaal hun job beschermen. En dus de maatregelen die we genomen hebben, is om er eigenlijk voor te zorgen dat dat deel van de economie, mm. ongeveer 30, 40 procent van de economie, die zit eigenlijk in een soort winterslaap. Die hebben we eigenlijk stilgelegd. Dat zijn bedrijven die vandaag geen inkomsten meer hebben. Dus wat we doen is, als er geen inkomsten meer zijn, laten we er dan voor zorgen dat maximaal er ook geen kosten meer zijn. Vandaar tijdelijke werkloosheid. Ja, waarom doen we dat? Om te vermijden dat die bedrijven mensen moeten ontslaan. Maar wat, wat zegt, u dan, wat zegt u dan tegen Jan Bon als die zegt van misschien wordt er wel al te gretig gebruik gemaakt mm -hmm. van die economische werkloosheid? Hij heeft misschien wel een punt. Want uiteindelijk, we spreken vandaag heel veel over solidariteit. Een vorm van solidariteit is in mijn ogen ook dat mensen die gezond zijn en die op een veilige manier kunnen werken, dat ze ook gaan werken. Want uiteindelijk, onze zorgverleners doen een ongelooflijke job. Maar eigenlijk zijn we voor een stuk allemaal zorgverleners. Ja. Hè? Want als degene die in de voedingsnijverheid werkt, beslist om niet meer te gaan werken, en als de vrachtwagenchauffeur beslist om niet meer te gaan werken, ja, uiteindelijk komt die voeding niet meer in winkels en krijgen die zorgverleners ja. niet wat ze nodig hebben, en komt medisch materiaal niet meer in, in de ziekenhuizen waar ze nodig zijn. En dus, dat wil ik toch wel benadrukken, als het veilig kan... En als men in goede gezondheid is, het is een ongelooflijk teken van solidariteit om vandaag te zeggen, ja, ik zet daar wel mee mijn schouders op. Nu, we zagen het ook al in het filmpje daarnet. Onder meer ook, uh, meneer Di roepo zegt, ja, misschien moeten we dan degenen die willen gaan werken een aanmoedigingspremie geven. Hè? Niet alleen wie thuis zit opvangen, maar misschien ook een duwtje in de rug geven. Is dat iets wat bespreekbaar is? Er is een discussie die, die, die gaat over de zorg... En ik denk dat we dat daar toch goed moeten bekijken. Hè. We vragen daar aan mensen om uh, zeer hard te werken. En toch vaak ook met een risico op hun eigen gezondheid. Ik zal dat overlaten aan de, aan de, aan de specialisten. Um, maar een beetje zoals economisch werklozen elke dag nu ook nog wat is 5,65 ja. euro krijgen. Een systeem ook voor in de zorg? Mm -hmm. ik, ik, ik ben daar op zich niet, niet tegen. Kijk, ik denk als je naar maatregelen kijkt. dan moeten ze tijdelijk zijn, en dan moeten ze gerecht zijn. En dus, in de zorg... Laten we kijken. Ik, ik sta daar wel open voor. Natuurlijk, voor, voor suggesties. Zij zeggen, de voedingssector zal dan misschien ook zeggen... Ja, maar ja, wij dan? Mm -hmm. Waarom niet dan voor iedereen die wil gaan werken en die nodig is? Ja. Maar er is natuurlijk een, een, een verschil ten opzichte van werkgevers... die vandaag zeggen... Ja, maar voor degene die er willen voor gaan... Ik als werkgever zou die mensen iets bijkomend willen geven en zou dat fiscaal aantrekkelijk kunnen worden. Onbelast, hè? Dat, dat ben ik, daar ben ik eigenlijk wel een voorstander van. Want we moeten natuurlijk ook wel opletten dat. Wij, wij bevechten nu dat, die, dat, dat virus. Ik wil er ook wel voor zorgen dat we daarna. En er komt een post-coronamoment. Ja, dat we daarna niet wakker worden met een gigantische schuldenkater. Van alles wat we intussen uh, gedaan hebben. Dit dus... gaan we sowieso al moeten betalen voor jaren, denk ik. Hè? Ja, niks is gratis natuurlijk. Hè? En dus als we willen dat we dat later ook kunnen betalen, dan is het ook wel belangrijk dat je daarna nog een economie hebt. Hè? Zorg dat die economie door die winterslaap kan geraken. Bescherm maximaal onze bedrijven en onze bedrijven beschermen. Ja, dat is ook ja. de jobs beschermen die daar hangen. Dat ja. hebben we nu gedaan in het akkoord met de banken, waar we zeggen. Kijk, uh, geef voldoende wat men noemt liquiditeit, om ervoor te, ja. te zorgen dat bedrijven dat doorkomen. Daarna gaan we naar een tweede fase gaan, volgens mij, die er ook is. Van, ja, wat doe je naar een aantal sectoren, waar het niet meer gaat over een beetje technisch liquiditeit, maar wel gaat over solvabiliteit, mm. namelijk, ja, bestaan die bedrijven ja. uiteindelijk nog daarna. Dan kom je in een tweede fase, en daar ben ik ook aan aan het werken. Samen met een aantal partners. Ja, want te er kijk, wordt gezegd niet iedereen op. moet gered worden, maar hoe gaan we dat uitmaken wie wel gered moet worden en wie niet? Hm. Niet eenvoudig. Ik denk dat je daar een, 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 aantal, een aantal dimensies kunt uh, nemen. Eén daarvan is wat men zou noemen het, het strategisch belang. Sommigen zeggen, kijk, uh, de luchtvaartcluster rond Brussel, ja, een land als België dat een zeer belangrijke internationale rol heeft, dat zou een redenering kunnen zijn. Tweede... Sommigen zeggen je moet de airport beschermen, maar misschien niet Brussels Airlines beschermen. Ik kan me daar nu niet over uitspreken. Nee. Maar, maar, maar een strategische visie is één. Een tweede visie kan ook zijn ja, tewerkstelling. Bepaalde bedrijven die zeer veel tewerkstelling hebben, misschien toch wel belangrijk. Derde manier om er naar te kijken zou kunnen zijn, ja, maar je hebt bedrijven die een soort systemisch effect hebben. Als die over kop gaan, dan trekken ze 300 ja. bedrijven mee, kan ook wel spelen. En een ander element dat toch ook wel kan spelen is, ja, hoe zorg je ervoor dat je beslissingscentra ja. in ons land kunt, dat, uh... kunt, kunt behouden, maar dat je een keuze gaat Het is wel zeer moeilijk om die keuze, want voor al van die dingen is iets te zeggen, waar gaat uw voorkeur naar uit? Nee, ik denk dat je daar moet zeggen: kijk, dat zijn criteria die je neemt. En dan op een bepaald moment zal men misschien moeten kijken wat volgens mij wel belangrijk is. En, en volgens mij moet je dat doen door, door een, een fonds te creëren. Dat um, dat post-corona-tijdperk daar opnieuw een soort vertrouwensboost aan onze economie, maar ook aan onze bevolking ovenop, geeft. Bovenop ja, want... de 50 miljard die de banken nu al. En, ja. maar, maar daar ook de overheid. Moet dat absoluut niet alleen doen. Hè? Ja. De, de essentie van die bankendeal was, de banken spelen hun rol. En de eerste verliezen die worden door de sector genomen. Ook hier, als we zoiets doen, lijkt me absoluut logisch dat je daar voldoende privaat kapitaal ja. mobiliseert. En zegt: boh, nu is het alle hens aan dek. En iedereen moet hier maar eens dingen doen die misschien buiten hun ja. comfort zijn. Want, want u hebt het over partners waarmee u wil samenwerken. om dan post-corona die economie weer op gang te brengen. Wat u zegt lijkt verdacht al veel op de contouren van een plan. Wie zijn die partners dan? Is dat dan de banken? Zijn dat vakbonden? Werkgevers? Gaan we naar een soort ja, nationaal plan? Plan voor de economie? Ik denk dat je naar een, 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 een nationaal investeringsplan zal gaan. En dan moet je kapitaal dat beschikbaar is in ons, in ons land en dat bestaat, um, dan moet je dat kunnen mobiliseren. Maar ik denk dat we ook moeten kijken naar, uh, naar, naar buiten onze grenzen. Hè? Er bestaat ook de Europese investeringsbank. Wat is de rol van die middelen, Europa? Wat is de rol van middelen uh, beschikbaar heeft. En dus. Ik, ik zou daar, wat mij logisch lijkt, is dat je daar een, wat, een soort consortium gaat, uh, gaat maken en dat je absoluut niet als overheid gaat zeggen en nu moeten we weer opeens ja. alles doen, een soort nationalisering van onze economie, ja. dat is het laatste wat we ja. moeten doen, over Europa. Um, en daar is vandaag een halgevige ja. discussie. pittige discussie ja. van de week. Pittige discussie. Die, en men verwijst vaak naar 2008, 2009. De Wie, daar, is, daar is wel één gigantisch verschil. Twee gigantische verschillen. Ten eerste was dat toen een crisis van binnen onze economie. De banken zijn onderuit gegaan en hebben iedereen meegetrokken. Vandaag is dit een crisis die niet komt van binnen onze economie. Het tweede element. Link naar, naar Griekenland. Toen sprak men heel vaak over wat men toen heette uh, moral hazard. En dat was het feit van ja, maar u heeft de regels niet nageleefd, en dan wordt u nog eens beloond voor het feit dat u de regels niet nageleefd heeft. Dat is in mijn ogen vandaag niet het geval. Ja. He, Italië en Spanje, ja, je kan moeilijk zeggen dat ze zelf veel schuld hebben aan de situatie waarin ja. ze zitten. En misschien het laatste verschil: ja. Italië is de derde economie van de Europese Unie. Spanje is de vierde economie van de Europese Unie. Gaan wij die landen gaan zeggen gedurende tien jaar ga je een molensteen meeslepen. Ja. Gedurende tien jaar en, gaan we op droogzaad dus... gaan zetten. Dat is ook niet ja. in ons belang dat Europa zo onevenwichtig is. Ja. En dus tot slot, wat zegt u dan aan landen als partners, ook aan Nederland, Duitsland, die van de week verhinderd hebben dat een Europees noodfonds van 400 miljard werd, werd ingezet? Wel, een, een, een eerste stap die is wel al gezet. Hè, om, om gebruik te maken van wat men noemt het ESM, is een, een, een fonds dat bestaat ja. voor noodsituaties, dat je daar een, een eerste mechanisme gaat uitwerken, dat is gebeurd. Ja. De kerndiscussie gaat over wat men dan noemt die, 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 die ja. coronabonds. Ja. Het is nog niet duidelijk wat het dan juist zou moeten zijn. Maar dat je op een moment als vandaag de Europese solidariteit gaat gebruiken om die economieën terug aan de praat te krijgen. En dat moet in mijn ogen. Niet noodzakelijk een transfer zijn van geld van hier naar daar. Dat kan ook zijn ervoor zorgen dat wij de Europese omvang gebruiken om ervoor te zorgen dat die landen voordelig kunnen lenen op de kapitaalmarkt. Dat lijkt mij de logica zelf dat we dat doen kunnen inbeelden dat we de komende tien jaar in Europa twee economieën zouden hebben die totaal op de grond zitten. dat is in ons nadeel. Misschien heeft Nederland ook wel natuurlijk een gevoel van wij hebben heel hard bespaard de voorbije jaren. Wij kunnen nu ook geld inzetten. Een land als wij, wij zijn eraan begonnen met een put. Is dit nu ook niet het moment waar ook de Belgische politiek is moet toegeven dat we helemaal niet voorbereid zijn, dat we kansen gemist hebben om onze begrotingen op orde te krijgen en sterk te zijn als inderdaad een crisis op ons afkomt die je niet kan voorzien? Maar ik denk dat een... een, een ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat een land als België uh, daar wel door... Maar misschien wel een soort verantwoordelijkheidsgevoel, want u zat ook in die vorige regeringen, we hebben ons land niet goed gevoerd uh -huh. Maar een land, een land als België komt daardoor als de Europese economie op snelheid komt. Maar u landen weet nog iets te zeggen, aan ik, ik weet, De Kroog. u negeert mijn punt. Ik, maar... u, ik negeer uw punt oh, absoluut niet. Nee, inderdaad, uh, het budgettaire traject, daar is veel over gezegd, en ik, ik aanvaard die kritiek uh, ook wel. Maar op het moment vandaag waar men in Spanje. Zoals u daar juist ja. aangaf, aan 65-plussers zegt, weet u, sorry, voor u is er geen hulp mm. meer. Het moment vandaag waar in Italië eigenlijk bijna geen begrafenissen meer worden gedaan, omdat er geen plaats meer is. Is dat niet het moment dat we met de vinger gaan wijzen? Nee, maar is dat niet is dat het moment dat we gaan zeggen, ja. het is uw fout, ga maar eens op de blaren gaan zitten. Dat soort Europa, dat wil ik ook niet. Okay. Okay. Duidelijke niet boodschap. Dank u wel, minister De Croo.